Hallo en welkom bij De Kwestie. Ik ben Jurg van Ginkel en deze week gaat het over camera's. En vooral waar die wel en niet moeten hangen. En dat doen we omdat deze week het nieuws naar buiten kwam dat slachthuizen camera's gaan ophangen om ervoor te zorgen dat medewerkers geen dieren mishandelen. En er waren al eerder camera's op werkplekken. De politie bijvoorbeeld doet een proef met camera's die aan agenten vasthouden. NS-conducteurs krijgen camera's mee om te kijken of ze niet mishandeld worden. En dat brengt een interessante vraag teweeg. Namelijk, is dat een ontoelaatbare inbreuk op de privacy of een geweldige manier om ervoor te zorgen dat werknemers zich aan de wet houden en een beetje efficiënt werken? En daarom is de kwestie camerabewaking op het werk. Dat zouden ze overal moeten doen. In slachthuizen gaan ze nu camera's ophangen om dierenmishandelingen te voorkomen. Wat denkt u ervan? Bent u voor? Heel goed. Ja, vind ik heel goed. Want ik vind, als je naar die plaatjes kijkt, hoe er met die beesten wordt omgegaan, vind ik echt verschrikkelijk. Okay. Ja. Kijk, ik kan me voorstellen dat je voor beroepsmatige doeleinden, ja, dat je dat wel doet. Mm-hmm. Om in het kader van training voor je personeel, ja, dat je dan voor intern gebruik opnames maakt. Ja. Ik denk dat het een heel natuurlijk protocol is om processen sowieso vast te leggen, zodat je achteraf kunt kijken wat er goed is en wat niet goed is. En of het om dieren gaat of de productie van een flesje bier. Mm-hmm. Ik denk dat het goed is om dingen vast te leggen. Ik vind in die slachthuizen vind ik wel goed. Ja. Ja. En waarom dan? Ja, misschien ook wel niet, want ik wil het eigenlijk niet zien ook. Ja. Ik zou het niet willen zien, laat ik het zo zeggen. Oh, u heeft medelijden met degene die de beelden moeten bekijken dan weer? Eigenlijk wel. Maar, en dan nog het meest met de dieren natuurlijk, maar degene die het moet bekijken lijkt me verschrikkelijk. Zou je dat tof vinden als je op je werkplek gewoon op kantoor zit en er staat een camera zo op je snuffer te kijken of je niet op foute site zit? Nee, ik denk dat ik dat niet zo fijn zou vinden. Hm. Toch wel iets privés, maar ja, nee, ik zou het niet... Niet fijn vinden, nee. In mijn winkel heb ik dus camera's hangen. Nou, aantasting van mijn privacy, eerlijk gezegd. Stel maar, als ik iemand nu in dienst neem straks, dan wil ik toch even in de gaten houden hoe dat gaat met haar of met mijn klanten. Of ze vriendelijk genoeg is of... Klantvriendelijk genoeg, ja, of het correct doet. Bijvoorbeeld, ja, dat vind ik een heel goed idee. En dan, precies, dan kunt u dan zo... De camera is niet voor niks gewoon. Ja, heeft u al het geld erin gestoken? Mijn klant vriendelijk genoeg is tegen mijn collega's. Dat is ook andere verhalen. Gaat ook de andere kant op, ook de klanten even evalueren. Zo van, ho, mevrouw De Vries, ik zag u vorige week, was heel onbeleefd. Ja, bijvoorbeeld. Als u zagrijnig bent, gaat u maar naar een andere super. Je moet ook een klant in de gaten houden, niet alleen de personeel. Ja, meneer Van der Horst, u bent bedrijfspsycholoog. Wat gebeurt er met werknemers als ze de hele dag door hun baas in de gaten gehouden kunnen worden? Nou, dat hangt er denk ik vanaf waarom die baas ze in de gaten houdt. Als er allerlei criminaliteit is of die medewerkers worden zelf bedreigd en neemt conducteurs van de NS, dan kan het zijn dat ze het prettig vinden. Ja. Maar als het natuurlijk zoiets is van de baas wantrouwt ze, dan zet het een hele slechte sfeer neer op de werkvloer. Ik denk dat de gemiddelde werknemer best begrijpt waarom er af en toe meegekeken wordt. Mm-hmm. Maar als dat standaard is en het is standaard omdat jij eigenlijk niet vertrouwd wordt, dat het dan echt, ja, dan gaan mensen weg of ze worden misschien wel ziek of ze, nou, ik weet niet. Ze zullen daar in ieder geval niet fijn vinden en niet door gemotiveerd raken. Er staat wel tegenover dat het voor werkgevers soms ook lastig is. Want ja, als er gestolen wordt uit jouw onderneming, dan, ja, wat moet je dan doen? Het maar laten gebeuren, dat is ook niet fijn. Dus het is altijd zoeken naar de juiste oplossing. En de kern is eigenlijk, als dit soort problemen zich voordoen, dat de werkgever in overleg treedt met de werknemer, bespreekt wat er aan de hand is, mm-hmm, en gezamenlijk tot oplossingen komt. Want ook die werknemer wil niet dat er een paar kwaaien het voor de goede verpesten. Maar weet je waar je ook op moet letten? Dat is dat we eigenlijk gaan denken van die camera is er, dus die houdt wel toezicht. Mm-hmm. He, want dan gaat de baas moeders ineens voortdurend corrigerend gaan optreden. En wij gaan elkaar niet meer corrigeren en aanspreken. Dat laatste wil je gewoon. Dat als jij iets doet wat niet mag, dat ik zeg, hé, dat moet jij niet doen. En dat we daar een gesprek over hebben. In plaats van dat ik denk, nou, de camera heeft hem wel opgenomen. De baas zal wel iets doen. Ja. Dat is natuurlijk ook eigenlijk een hele rare samenleving die je dan aan het creëren bent. En nogmaals, ik wil wel aangeven, iedereen moet zich er bewust van zijn dat er
veel meer al met je meegekeken wordt dan je weet. En een camera is eigenlijk een heel opvallend meekijken. Dus in zekere zin misschien nog wel te prefereren boven een computer, een laptop, een telefoon, et cetera. Daar wordt al heel veel meegekeken. Zonder vaak dat je het weet of zonder dat je bewust bent van het feit dat je toestemming hebt gegeven. Uitstekend. Dat is hoe dan ook al een goede tip. Wist meteen even mijn zoekgeschiedenis als ik terug ben op het kantoor. Zou ik zeker doen. Ja, wij van de kwestie geven natuurlijk graag het goede voorbeeld. Dus als slachthuismedewerkers in de gaten worden gehouden met een camera en de politie bodycams krijgt, dan is het ook voor ons tijd om ons tijdens ons dagelijkse werk te laten filmen. Maar goed, ik ben nergens bang voor, want ik heb niks te verbergen. Ik ben een keurige regiojournalist die zich aan de regels houdt. Wij dachten, moet niet iedereen in de gaten worden gehouden met een camera op zijn werk? Ja, je kunt het moeilijk tegenhouden, denk ik. Je kunt niet iedereen gaan checken of ze een camera bij zich hebben. Maar het valt wel een beetje op, zoals u ziet. Ja, maar je kunt het ook onopvallend doen natuurlijk. Vooral in de winter, als je er een winterjas overheen hebt. Dus nou ja, ik zal het even vertellen aan mijn productieteam, dat het ook niet zo opvallend hoeft. Maar ik weet niet of u zelf werkt? Ik ben gepensioneerd. Ik weet niet wat u deed als werk? Ja, onderzoek. Biologisch onderzoek, ja. Denkt u dat u niet beter uw best had gedaan als er een camera op u gericht was? Zeker niet, nee. Misschien werkt het op zekere hoogte, maar het is niet goed voor de sfeer, zeg maar. Er staat een sfeer van wantrouwen, weet je. Ja, precies. De politie heeft van die bodycams, zoals ik nu ook aan heb. Ik vind het totaal gestoord. Ja. Ik denk dat als mensen niet intern besluiten dat ze zich aan de regels gaan houden, of normaal doen, dat ze dat ook niet gaan doen als er een heleboel camera's hangen. Het is gewoon een brevet van onvermogen van een werkgever, die denkt dat hij op die manier dat moet doen, maar eigenlijk gewoon zelf nalatig is. Ja. Ik weet niet of u werkt? Ik heb momenteel inderdaad wel werk. Ik werk in het zwembad, als controle, als toezichthouder. Ja. Dus ja, daar hangen ook camera's, maar om dan dat zelf met een camera de hele tijd in de gaten, nee, dat zou ik dan niet doen. Maar u vindt het niet erg dat er op uw werk dan nu toevallig een camera hangt, want u snapt de logica erachter? Ik snap de logica erachter, maar als er wat gebeurt in het zwembad, kunnen ze altijd nakijken van inderdaad van wat is het probleem. Ja. Kijk maar naar het meisje wat zeg maar een half jaar geleden is verdronken. Dan kun je zien wat er is gebeurd. Maar als ze hadden gezegd, ga jij als kok werken in een restaurant en er staat een camera de hele dag naar je te kijken, had u gedacht van, ik snap dit niet helemaal. Liever niet, nee. Nee, inderdaad, klopt. Ja. Nou ja, het is jammer dat we misschien die kant uit moeten, dat is wel een ding, ja. Dus misschien geeft het voor iedereen wel een stukje veiligheid, het zou best eens kunnen. Ik voel me heel veilig, ik heb 2 camera's op me gericht, ik heb me nog nooit veiliger gevoeld. Ja, ik vind dat ook wel een beetje een ding, maar goed. Misschien dat we eraan wennen. Dat is waar, ik doe het al een jaartje. Dus, kijk. Ik weet niet wat voor werk u doet. Heeft u werk? Ja, ik ben sportinstructeur. Mm-hmm. Ik werk vooral met mensen met overgewicht. Die vinden dat heel fijn dat het juist achter gesloten deuren is. En 1-op-1. Niet gefilmd. En niet gefilmd. Nee, dat denk ik niet. Nee. Mag je eigenlijk als werkgever gewoon een camera op je werknemers richten als je daar zin in hebt? Of zijn er nog regels aan verbonden? Daar zijn regels aan verbonden. Je hebt de autoriteit persoonsbescherming en die kijkt toe of jij op integere wijze data verzamelt. Mm-hmm. En wat ik begreep, ik ben geen jurist, maar dat is dat als zij het goed vinden, je bent het met elkaar eens over het doel, dat het mag. Hè? Maar het wordt opgenomen is 1, maar wie kijkt het af? Dat is 2. Ja. En wat gebeurt er dan als het bekeken wordt? Dat is 3. Als jij mij hier nu interviewt en ik maak een fout en je knipt het eruit, dan ben ik toch niet blij als achteraf die fout op internet verschijnt. Hè? En dat iedereen kan lachen van haha, kijk hem eens. Of dat mijn baas op me afstelt, Anton, ik zag dat jij een fout interview maakte. Dat kost jou geld. Nou, dan ben ik, dat vind ik niet fijn. Maar als het zo is om mij te helpen om mijn werk beter te doen, dan ben ik weer blij. Het gaat er dus om, als je eerlijk bent met elkaar en duidelijk over het waarom, dan is het eigenlijk nooit een probleem. Maar op het moment dat je daarna een ander doel plakt, hè, op het data verzamelen, dan wordt het vervelend en niet integer en ontstaat er wantrouwen. Nou, dat moet je ten ene male voorkomen en is ook niet wenselijk. Oeh, sorry. Tja, ik hoop dat u vandaag ook even kunnen inzien hoe hard werk het is als verslaggever van de kwestie. Volgende week ben ik er weer. Tot dan. Ik ben Jur van Ginkel. Ik zie jullie dan.
Even uitpuffen hoor. Het is hard werk, joh. Mensen hebben dat niet door.